Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beesten. Jullie zien het, ik zie er niet uit, maar daar zijn we nog niet aan beland. Het is vandaag woensdag 21 augustus, 14 uur 21 en het is 18 graden. Het zonnetje schijnt, ik heb wel de deur even open, maar ik ga wederom weer naar bed. De Gandalf is niet in orde, loopt te spugen. Rijka is niet in orde, loopt te spugen. Hij heeft net weer opgeruimd. Ik heb nog niet aan het overgeven geweest. Maar ik heb wel overal pijn waar ik mijn pijn kan hebben. En ik ben misselijk. Dus ik heb net medicijn ingenomen. En ik ga toch weer even plat. Ik heb de meisjes net buiten gehad. Rijka is trouwens nog buiten. Die zie ik weg, hè. Gandalf die loopt te mekkeren van ik wil rook uit, maar die gaat er niet uit, zo simpel. Die twee krijgen zometeen een droog cookie, dus goed voor Rijka. En ik geef Gandalf wel even zijn snoepjes, want dat is ook droog. Even nog geen vlees, nee, eerst maar even zo proberen. Maar ik wens jullie wel een hele fijne, liefdevolle middag toe. En ik hoop dat ik met een uurtje wel weer opgeknapt ben, anderhalf uur ongeveer. Dat ik dan fatsoenlijk me eigenlijk kan aankleden en op kan maken. Ik kan mijn ogen amper dicht en open houden. Momenteel zo min ben ik. Ja. Dus ja, dat dus. En het is toch alweer ja, bijna half drie. Maar als je niet in orde bent, ben je gewoon niet in orde. Punt. Is ook zo, daar heb iedereen wel eens. Komt ook mee door het weer, zo is het bloedje heet, maar als je nou naar buiten gaat, 18 graden, hallo, waar hebben we het dan over? Moet je toch wel weer een tussendoorjasje aan hebben. Ja, dat dus. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles. En ja, geniet maar een beetje mee, of niet. Moeten jullie helemaal zelf weten, ja toch? Maar ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. De enige die niet ziek is, is deze grote meid. Ja. Rijka, die heeft er net weer over gegeven in de gang. Ik heb alle doeken nou al in de wasmachine zitten. Dus ja, zo. En daar is mijn meisje. Hé? Ja. Nou, kijk, deze stoel al het een en ander, kleine matjes ik ook in de wasmachine, de handdoeken ik in de wasmachine. Ja, ik ben aangekleed, ik ben wel opgemaakt, maar geen lippenstift op. Ik ben nog steeds wel misselijk, maar dat gaat ook wel over. En ik heb aan deze kant wat hoofdpijn. Maar ja, ik ga nou eens naar de wc, dan ga ik met de meisjes lopen. En we zien wel weer waar het schip eindigen mag, of stranden mag, het is maar hoe je het wilt zeggen. Hoppa. Dus ja, dat dus. Maar in ieder geval, ik ga dus nou eerst zelf naar de wc en dan gaan we lekker lopen met de meisjes. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van het, ja, het zonnetje schijnt, het is bewolkt, het waait hard. Het is 17 graden, zegt ze nou daar. Op de telefoon staat er 18 graden, dus ja, ik weet even niet hoor. Het zal ook wel door de wind komen, hè? Ja, het voelt ook als 18, dus ja. Ik doe toch wel een jas aan, dus zo simpel is het wel. En Elwin, hou eens even op. Word je lelijk van. Dus ja, dat dus. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze. Geniet gewoon maar weer een beetje met ons mee. Tot later. Ik ben weer even terug. Ik ben nog niet weg geweest hoor, nee. Moet nog met de meisjes lopen. Maar ik heb gisteravond wat leuks gemaakt.
En dat gaan we vandaag doen. Het is hier een heel leuk klein potje die ik gekocht. Want ik had hem niet. Hij is wel zwaar waterdicht. Maar ik gooi hem denk ik niet in het water. Ik laat het zien aan jullie waar ik hem ga verstoppen. Ik vind het leuk. Ik ga hem verstoppen. Er zit een roosje in. Er zit een heel klein lijstje in. Kun je een fotootje in plakken. En er zit een leuk vlindertje in. En er zit een briefje in. Degene die hem vindt mag het houden, moet het briefje lezen, die moet hetgene doen wat er op het briefje staat. Dan heb je kans dat je nog een kleine leuke verrassing staat te wachten. Leg eraan wie hem vindt. Is het nog een kind, dan is het natuurlijk een kinderattribuut die ze krijgen. Is het een meisje, een meisjesattribuut. Is het een jongetje, is het een jongensattribuut. Maar ben je volwassen, dat moet allemaal aangegeven worden. En dat komt allemaal later. Ga je meld je op mijn YouTube-kanaal. Dan meld je dat je het gevonden hebt. Dan als je Facebook hebt, dan ga je mij op Facebook zoeken. En dat valt ook te vinden, want er staat in het verhaal eronder met mijn voorstellen dat ik ook... Staat er ook een link bij naar mijn, mijn Facebook-account. Dan kunnen we privé praten. En dan krijg ik te horen waar je woont. Of we doen het anders. Gewoon bij wijze van spreken bij de HEMA voor. Is het slecht weer. En de kroonpassage bestaat nog. Dan gaan we bij de kroonpassage. Je hebt dus wel dan naar de helder te komen als je van buiten de helder komt. Want ik kan niet verder weg. Nee. Ik heb maar een scootmobiel. Ik heb geen vervoer verder. En woon je in Julianendorp, nou, dan kom je maar naar de helder toe. Er is nog eens met je ouders mee als je nog een kind bent. Maar in ieder geval, dat is gewoon leuk. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, volg me en kijk. Wat ik in mijn handen heb, een leuk klein wekpotje. Nou ja, wat je erin kan doen. Wat maak je in een kaarsje, doe je die erin. En ja, of kraaltjes als je graag kettingjes mag krijgen. Nou, doe je gewoon een bepaald kleur kraaltjes erin. Nou ja, ik heb er een vlindertje erbij gedaan. En dan dat lijstje en een roosje en een briefje zit erbij. Dus ja. Helemaal leuk, die ga ik straks echt stoppen. Ik ga het niet in het water doen, want het water hier in de gracht is groen. Of het nou alg is, of nou eendekroost, of wat dan ook, ik weet het niet. Want het stinkt niet. En alg, blauwalg, dat stinkt. En dit stinkt niet, dus ja. Ik denk, ik hou het voorlopig maar op eendekroost, ja. En dus, maar in ieder geval, daar gooi ik het dan nou niet in, want dat vind ik zonde dat haar en dan zie je dat potje helemaal niet, nee. Dus ik verstop hem gewoon, ik zet hem gewoon ergens neer, gewoon, ja. Misschien wel op een vensterbank, misschien ben jij wel de gelukkige die in dat huis woont, wat weet ik ervan. Maar ga gewoon, hij gaat gewoon mee en ja, ik laat dat gewoon wel zien waar ik hem verstop. En dat is aan jullie dan. Van, hé, dat potje ken ik. Ik ga op jacht. En dan kom je daar een beetje later. Want dan heeft het toevallig al een ander. Dus ja, dat dus. Dan wil ik jullie even zeggen. Ik zat met deze gaan filmen. De camera laat ik thuis. Want ik heb de meisjes uiteraard bij me. Dus ja, komt helemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet ervan. En geniet een beetje mee. Tot later. Nou, we staan bij die huisjes. En ik denk dat ik hem gewoon hierop ga zitten. Dan valt hij wel op. En toch heb ik hem verstopt. Want niet iedereen ziet het. En dan hoop ik dat hij niet weg gaat waaien. Kijk, daar staat hij. Op dat voorste kastje. Dus ja, ik ben benieuwd wie de gelukkige vinder er zal wezen. Die hem meeneemt. Ja, helemaal leuk. Zo, vlindertje naar voren. Zien ze het briefje ook. Het is helemaal leuk. Geweldig. Onze Gandalf hier. Gandalf. Hé, kereltje.
Ja, hij is mijn kereltje. Wat ben je dan? Ga je daar naartoe? Ja, ik zal even kijken of je vleesje moet, hè? Ja, heb je vleesje? Ja, etenstijd, hè, voor jullie. Moet ik er nog wat bij doen? Ja, we moeten er even wat bij doen, zeg maar. Hè? Ja, er moet even wat bij, hè? Daar hebben we te weinig aan, zeg maar. Ja, even de deur dicht doen. Hé, kereltje. Ja, je kereltje. Ja, schat. Nou, daar staat het al. Moet de rollator even weghalen. Die heb ik toch straks weer nodig. Met lopen. En er is een vlog bezig in elkaar te gaan. Ja. Dat doet hij wel even alleen. Kijk, en daar hebben we een hele mooie tas. Enkel, ik moet dat er eigenlijk niet erin hebben. Daarop. En daarop. En dat is een hondje. En wat is dat? Ga eens even weg met die snotkokers van jullie. Hier zien we dit voor is, voor poesie of een rondje. Salm, is voor poesie. Is voor poesie. Nou, dan neem ik even een paar zakjes mee. Maar die handvat, het wil niet wat ik wil. Ja, val er weer in. Hoppa. Eventjes. Zakjes. Allemaal zakjes, losse zakjes. Nou, heb ik even voorlopig genoeg. En verder staat er ook nog een doos, wat dit is. Ook voor Pussycatty. Zal dit ook wel voor Pussycatty wezen? Ja, ook voor Pussycatty, maar ik heb eerst even een aantal zakjes op mijn schoot. Dus voorlopig even genoeg, want er staat ook nog... Een zak met een doos met zakjes in de kast en nog een blikje voor hem. Dus hij komt ook voorlopig niet toe. Dus mochten ze morgen in de winkel uitverkocht zijn, ik heb hem al voorlopig eventjes genoeg. Hè? Ja. Nee, jullie krijgen nou niet met weekend weer. Ja. Kandelvie is al zo oud en die moet gewoon bijgevoerd worden, ja. Allemaal zalm. Allemaal. Kalkoen. Moet er maar uitzien te komen, dus ook kalkoen. En dit is een zalm. Allemaal buitenlands. En dit is ook zalm. Nou, voilà. Dan zetten we dat daar al even neer. Dat kan in de kast. Het kastje boven. Hier al blijf staan. Ja, ik ben voor jou bezig, kind. Ik kan niet alles tegelijk. Althans, een hoop ken ik wel tegelijk. Maar sommige dingetjes niet. Zo. Voilà. Zo. Ja. Hoppa. En dan gaan we dat even door elkaar heen doen. Ook dat wat er nog in zat. Gaat er doorheen. En dan heeft meneer weer een lekker bakje om te smullen. Ik moet even een zakje hebben. Ja, ik deed het voor Marianne voor. Oh, zegt ze, dat is slim bekeken. Gewoon een boterhammenzakjes. Op rol, het liefst. Nou ja, dat heb ik dan in de keukenwaaier hier. En dan laat ik er gewoon een gedeelte eruit. Zoals dit.
En dan kun je er zo aantrekken. En dan bij het kartelrandje, daar doe je dat het er van elkaar af kan. En dan het zakje waar het natvoering zat, dat doe je in dat zakje. Nou, en dan hot, rol je het eventjes een beetje op. Het hoeft niet, maar het wordt klein net erdoor. En dan een knup erin. En dan kunnen er geen diertjes erbij komen, zoals vliegjes of wat dan ook. Die ruiken dat nou niet. En je kan het zo in de ton doen. En dan krijg je ook geen maden. Ik heb wel gemerkt dat ik vliegjes erin krijg, maar het komt ook door de warmte mede, weet je. Ze zoeken warme plekjes op om eitjes te leggen. Maar ik heb nog dit jaar geen maden gehad, dus laat het afkloppen. Ja, en er komen nou ook geen vliegjes uit, dus helemaal blij ermee. Ik ga dit naar de hal toe brengen voor Gandalf. Ga ik gelijk naar de wc, daarna ga ik de meisjes uitlaten en dan kijken we gelijk weer of het potje weg is. Ja, ja. Kunnen we dan gelijk zien. Dus ja, komt helemaal goed. Ja, zometeen schat, zometeen. Dus we merken het wel. En als het weg is, krijgen jullie dat wel te horen van mij. Ik film dan niet, want dat is gewoon, ja. Ja, misschien ook wel, waarom ook niet. Ik zie wel, als het kan. Om de drukte of wat dan ook. Want ook daar lopen mensen met honden. Dus ja, als het te veel zijn, dan film ik dus niet. Want dan moet ik mijn eigen meisjes in de gaten houden. Maar ook die van een ander. Want er loopt een man. Soms kan ik het nekje van hem wel om willen draaien. Want die loopt het liefst op zijn telefoon te harnissen. Terwijl die aan die hand dan paar honden heeft en niet oplet waar die honden lopen. Of één of meerdere heeft hij. Hallo, laat eens even om, want die stoep is maar smal. Kan amper twee personen lopen. Ja, ja, het kan twee personen naast elkaar, maar dan moeten ze wel stijf naast elkaar, want je hebt er een busgehalte. En dat hond, die hondjes kunnen ook de weg op of wat dan ook. Hij heeft dat gewoon niet in de gaten. Ook als hij oversteekt naar de, nou zoals bij de dijkopgang, dat je omhoog kan, die talud op kan, laat hij die hondjes links lopen waar de auto's rijden. Hallo, doe het aan de graskant, houd je hondjes aan de graskant, dan kan er niks gebeuren. Dan kennen ze het gras gelijk in. Nee, hij laat ze aan de linkerkant lopen. De auto's en alles vliegen er langs. Die fatbikes, die jeugd, die vliegen er langs. Vandaag of morgen gaat er eentje of meerdere over de koppen met zo'n fatbike. Ook afschuwelijk iets dat gebeurt. Ik begrijp die ouders ook niet, want die fatbikes nou, die gaan harder dan mijn scootmobiel. Hallo? Waar zijn jullie mee bezig, ouders? Word eens even wakker. Jullie jeugd gaan vandaag of morgen over de kop. Echt waar. Het is bizar. Waarom kopen jullie überhaupt een fatbike voor je kids? Waar ben je vroeger zelf mee grootgebracht? Ook met een normale fiets, hè? Zonder versnellingen, zonder handrem. Het was een terugtraprem. Is dat niet goed genoeg voor de kids? Is dat goed genoeg? Als ze maar op school komen, toch? Laten ze maar eens een keer een beetje moeite doen om te trappen, net zoals wij, tegen weer en wind. Maar nee, hoe nee, want dan krijg ik een grote smoel van ze. Ja, nou en? En doe je het randje terug? Kom, ze hebben respect te tonen. Want dus respect, de normen en waarden. Zijn weg bij de kids. Je kan enkel maar een hele grote mond krijgen als ze hun zin niet krijgen van hun ouders. Nou, dikke jelle en twee pot bier, zeg ik dan. En dan doe ik wel mijn middelvinger erbij omhoog. Kom op, zeg. Nee. Ik weet niet wat er tegenwoordig meer is.
Ze hebben gewoon lak aan iedereen. Van klein tot groot. Zelfs kleine kinderen, hè, van 5, 6 jaar, die al praten kunnen. Degenen die nog niet praten kunnen, die laat zijn met praten of wat dan ook, daar heb je dan nog niet zoveel problemen mee. Maar degenen die al praten kunnen, nou, grote mond kunnen ze geven. Wegwezen. Ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden, de vlog is bijna klaar. Ik geloof dat ik die eerst zo... Ja, hij is klaar. Dat ik die eerst zo meteen even naar YouTube breng voordat ik ga lopen. Maar ik ga wel eerst even kandel of eten geven en zelf naar de wc. Anders hou ik het ook niet droog. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond en tot later. Doei! Ja, zoals jullie zien, we staan er weer bij. En het is weg. Ja, het is weg. Ik zie het nergens meer staan. Ook erachter niet gevallen, niks. Dus ja, dat dus. De meisjes die staan even te snuffelen. Dus het is gevonden. Ik ben benieuwd of ze ook hun eigen, hunzelf, abonneren, etc. op ons kanaal. Maar dat merken we wel. Hè, dametjes van het goede leven? En we gaan verder, want het is roetje koud. Ja. Dus tot straks maar weer. Ja, de meisjes die liggen lekker op de bank. En daar zit meneertje Kandelf. Die gaat zo achter de deur. En dan gaan wij met z'n drietjes even lopen. En daarna gaan we hardlopende naar bed toe. Ja, het is ook alweer reeds 0:39, dus net 12:30 geweest. Het is 18 graden. Dat ik doe mijn jas aan en we gaan lopen, want ik heb nog steeds hoofdpijn. Het wil maar niet zakken. Het is wel even weg geweest, laat ik het zo wel zeggen. Ja, het is wel weg geweest. Maar het is nou, ik had het eerst aan één kant. Dat ik mijn hele lichaam aan één kant zie. En nu zit het er boven mijn wenkbrauwen. Ja, niet leuk. Maar ja, daarom ga ik dus bij tijd voor mijn doen naar bed. Normaal ben ik altijd hartstikke laat, maar nou niet. Ik ga de meisjes uitlaten, een kleine blok, even lekker. En dan komen we tussendoor weer terug. Ik loop niet helemaal om. Nee, of het moet zo lekker weer wezen, dan is het anders. En als het hard waait of wat dan ook, dan is het een kortere blok. Het is me net hoe ik me voel. Ja. Hé meisjes, ja, gaan we even lopen? Ja, we gaan even lopen, nee. Hier. Ja. Die oortjes van Elwin dan gelijk omhoog zo. Hé? Toch? Ja. Gaan we een loopje doen? Ah, jeuk. Hoe kan dat nou? Je hebt een pil gehad. Een lekkere pil. Die at je zo lekker op. Hé, lekker snoepie was dat. Hé? Ja. Maar in ieder geval, ja, dat dus. Wij gaan dus lopen en ik wens jullie allemaal welterusten. Slaap lekker, met mooie dromen. Uiteraard allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het allemaal. Want God die houdt over ons gewoon allemaal weer de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!